Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het noorden van het land zien we de meest dikke wolken, naar het zuiden toe zijn de wolken dunner en in het zuiden, vooral ook flinke perioden met zon vanochtend. Temperaturen in de ochtend, zo'n rond de 20-21 graden. En daarbij vallen er een paar buien. De buienkans is het grootst in het noorden van het land. En die buienkans neemt vanmiddag ook in het zuiden toe. Daar ontstaan dikke stapelwolken en het kan ook omweren, met name in het zuidoosten van het land. Temperaturen tussen de 22 en 25 graden. En een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond niet veel verandering. De buien in het zuiden zullen waarschijnlijk wat minder actief worden geleidelijk. In het noorden blijft een bui mogelijk 18 graden. Dan morgen. Zo'n 23 tot 25 graden best zomerse temperaturen, dus. Maar het is onstabiel. Er ontstaan makkelijk regen- en ook onweersbuien. Met tussendoor wat ruimte voor de zon. De wind begint te draaien naar het noordwesten. En met die windrichting hebben we vanaf zondag te maken. Zondag kan het nog 22 tot 25 graden worden. Na het weekeinde gaan de temperaturen iets omlaag. Naar gemiddeld zo'n 22 graden. Een bui blijft mogelijk, maar de onweerskansen nemen duidelijk wel af na het weekeinde. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.